Hallo, ik ben Marco Borsato. Je kijkt naar Doe Maar Gamen. Yo mensen van Doe Maar Gamen. Leuk jullie om weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag speel ik met jullie Lakeview Cabin. Lakeview Cabin is een soort van indie game die je gratis kunt spelen op gameyacht.com/game/action/Lakeview. Nog wat. In ieder geval, ik zou proberen, ik zeg even proberen omdat ik het niet zeker weet of ik het ga vergeten. Maar ik zou proberen de link bovenaan in de beschrijving te zetten dat jullie de game ook kunnen spelen. Ik had net even zin om op te nemen voor Doe Maar Gamen. Ik was lekker gemotiveerd door alle duimpjes die jullie de hele tijd achterlaten. Dus ik had even een tweet op Twitter gezet van, heeft iemand een leuk idee voor een game die ik eventueel zou kunnen spelen? En toen was er iemand die zei, ja, je moet Lakeview Cabin spelen. Ik wist niet wat het was. En toen scheen het dus gewoon een game te zijn die je niet hoeft te downloaden, maar gewoon lekker kan spelen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus we gaan beginnen. En ik weet echt niet hoe dit werkt. Ik weet echt niet wat je allemaal kan doen. Maar ik probeer wel wat. Ik weet alleen dat je met Z pak je items. En met X drop je ze. Dus dat is het enige wat ik weet tot nu toe. Wat is dit? Is dit een... Oh, cool hé. Daar kan ik gewoon in. Dat is epic. Kan dat? Ja, maar ik kan er niet meer rijden. Oké, dan niet. Ik weet dus totaal niet wat voor game het is. En niet zo niet over... Oeh, een bel. Kijk, dat klinkt interessant. Oh, vet. Ik kan nog echt hakken ook. Misschien kan ik die ding kapot hakken. Oh, dat kan. En er zit wat in. Nice. Wat zit erin? Oh, verrekijken. Oh, nu snap ik het. Dit is een soort game waarbij je elke keer weer wat moet voltooien voordat je een bepaald item kan gebruiken. Hey, kijk, een vogel. Hallo, vogel. Pas je op. Niemand mag jou. Hallo. Dat slaat echt helemaal nergens op. In ieder geval, ik neem dit op met OBS en tegelijkertijd met Movie Maker. Dus dat betekent dat ik het ook nog moet gaan editen met Sony Vegas. Dus ik doe echt extra veel moeite. Job, Nederlands. Ik doe extra veel moeite om deze video voor jullie te maken. Maar ik heb het erover, want ik vind het wel een keer leuk om iets anders op Doe Maar Gamen te doen. Dus ja, vandaar. Waar zul ik heen lopen? Zul ik maar deze kant op gaan? Zou ik doodgaan? Oh, kijk. Wat? What the fuck? What the fuck? Er zitten gewoon fucking naakte chicks en die tieten die... Oh yeah. Oh my god. Zulke games zijn leuk, ouwe. Dat is... What the fuck, man. Er zit daar ook gewoon echt zo'n chick met die tieten zo lekker in de zon. Hey! Ik ga gewoon proberen te zwemmen. Oh, dat kan niet. Oh, nu ben ik ook gelijk mijn ding kwijt. Oké, dat is kut. Maar... Holy shit, man. Dat vind ik echt genius. Oh, wat is dit? Oh, ik kan ook poepen. Oh my god. Dit is zo'n leuke game, hè. Holy shit, G. Oh, man. Dit is echt een toffe game. Ik vind het echt een leuke game. Dit zijn van die games waar je nooit iets van hebt gehoord. En dan komt een beetje iemand met een idee om een game te doen. En dat is dan echt zo'n Mongolische game. Allemaal rare dingen. Bloot. Wel, pak de kat en hert. Oké, ook leuk. Oh, wat is dit? Geen idee. Kan ik hier naar binnen? Oh, hier, kijk. Wat? Oh my god, what the fuck? What the fuck, ouwe? Oh, ik ben dronken! Oh, nu is het tegenovergesteld. Oh! What the fuck? Nee, dit is echt de meest rare game ever, hoor. Ik zweer, dit is zo random. Dit is zo enorm random. Hier, dat is ook zo raar. Als ik met het touwtje naar links druk, dan gaat hij naar rechts. En als ik met het touwtje naar rechts druk, gaat hij naar links. Dat is echt de meest vage game die ik ooit heb gespeeld, jongen. Kan ik ook slapen? Oh, ik kan ook... Zat hij zichzelf nou te fappen? Oh my god, dit is zo'n rare game. Oh, ik kan ook dood. Oh my... Press O toe. Oh my god. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt, zo'n rare game. Echt waar. Dat is echt 100% raarheid. Echt ook heel random gewoon wat er gebeurt. Blote vrouwen die aan het dansen zijn. Hier, druk op Z, ben ik opeens naakt. Let op. En ik ben naakt, of niet? Ja, toch? Oh, ik kots. Net was ik naakt. Oké, ik ga hier even naar binnen. Wat is dit? Een emmer met water. Nee, dat kan ik gooien. Oké, dat is leuk. Ik vind het echt een hele leuke game. Ik zou echt proberen de link bovenaan in de beschrijving te zetten. Zodat jullie het ook kunnen spelen. Want hij is zo fucking genius. Holy shit. Dit zijn echt van die games, jongen. What the fuck. Even kijken. Ik heb hier een bel. Oh, what the fuck. Oké, lol. Ik heb natuurlijk die bel nu. Daar kan ik mee hakken. Oh, wat is dat? Oh, misschien kan ik nu een brug maken, ouwe. Ja joh, dat is een goed idee. Gooi het in het water. What the fuck, joh. Oeh, wat is dit? Kan ik die dingen boos maken?
Ik bloed gewoon half dood hier. Maar dit is gewoon zo random wat er gebeurt, jongen. Oh, wacht. Als je bij in het water gooit, worden ze toch boos? Oh, nee, daar niet. Dat dacht ik tenminste zo. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Als we nou hierop gaan mappen. Oh, dat kan niet. Oké, maar ik kan hier wel in. Maar ik kan niet in rijden. Misschien heb ik wat anders nodig. Nee, dat kan niet. Ik wil er graag in rijden, maar dat lukt niet. Misschien is hier nog wat te vinden. Even kijken. Hoi, schat. Oh, daar niet. Oeh, wat is dit? Oké. Wat? Ik heb een idee. Waarschijnlijk moet ik met die bel, moet ik dat ding kapot maken. Ik heb echt, eigenlijk heb ik helemaal geen idee wat ik aan het doen ben. Dit is zo fucking vage game. Holy shit. Die blote vrouwen, jongen. Die ga ik zo meteen nog een keer bekijken. Dat vind ik zo fucking genius. Wat is dit dan? Dit is echt zo'n rare game. Het enige wat erbij zit is dat je met Z-items oppakt en met X weer weggooit. Meer staat er ook niet gewoon. Dit is zo fucking retarded, maar wel leuk. Ik wil die chicks eigenlijk weer even bekijken. Kan dat? Hoe heb ik toen ook weer die chicks... Oh ja, ik weet weer hoe ik die chicks kan bekijken. Moet ik hier naar binnen? Hier? Nee, waar dan? Hier. Ja, hier kan ik kakken. Hier kan ik kakken. Oh, kut. Het wordt nacht. Oké, okay, laten we hier naar binnen gaan. Ja, hier. Kijk, dan moet je dit pakken. Dan moet ik dit kapot zijn met een bel. Maar ik weet niet meer waar die bel is. Dat is nog eens een keer kut. Hey, wacht, misschien kan ik er wat opgooien. Of, is dat, of kan dat niet? Is hier ergens een bel? Oh, hier is de bel. Nice. Dan pak ik die. Nee. Zo. En dan heb ik nu de verrekijker. En nu ga ik die chicks weer even bekijken. Want dat is zo fucking genius. Holy shit. Dat is echt zo fucking random ook, hè. Deze game. Niet normaal. Hey. Oh, de chicks zijn weg. Dat is kut. Dat is nog eens een keer kut. Misschien kunnen we gaan slapen. Dat snapte ik ook. Toen ik ging slapen, dan deed hij... Dan kwam er opeens allemaal spul uit. Is dat nou wat ik denk dat het is? Of is dat het gewoon totaal niet? Zo, ik ga slapen. Waarschijnlijk moet ik gewoon even een tijdje in blijven liggen. En dan zou het waarschijnlijk zo meteen wel weer dag worden. Maar dit is zo fucking retarded, jongen, deze game. Zo random ook, hè. Meest random game ever gewoon. Meest rare en meest random game ever. Maar ja, ik ga in ieder geval de link in de beschrijving zetten. Dus jullie hem ook even kunnen spelen. Hier zie je zeker weer die rare chick, of niet? Wacht, kan ik hier ook kijken? Echt geen idee wat je moet doen. Nou, in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken van deze rare game. Genaamd Cabin. Oh nee, sorry. Hoe heet hij ook weer? Dan ben ik alweer de naam kwijt. Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar zien jullie in ieder geval wel in de beschrijving of ergens anders. In ieder geval bedankt voor het kijken van de meest rare en random game ever. Ik vond het leuk om een keer te proberen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Heb jij dan nog een andere indie game die gewoon echt fucking raar is? Laat die hier beneden weten in de comments. En misschien speel ik hem wel voor jullie. Ik dank jullie voor het kijken. En ik zeg ciao. En het zou heel vet zijn als we de 1500 likes hadden voor de moeite die ik in deze video heb gestoken. Dus later.